Maarten Schalkwijk, ambassadeur van Suriname in de Verenigde Staten en voorzitter van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, zit inmiddels een jaar in de functie. Onze redactie stapte de afgelopen maand bij hem binnen in zijn kantoor in Washington DC om te vernemen hoe de afgelopen periode is geweest. Schalkwijk zegt als voornaamste taak te hebben het herstellen van de politieke relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten en deze verder te versterken namens de regering van Suriname. Maar ook de relatie met de Verenigde Staten die was niet helemaal 100%. Dus die is nu wel helemaal 100%, laat me het zo zeggen. Dus die is heel positief op dit moment. We kunnen over alles praten met elkaar en een heleboel zaken zijn mogelijk. Dus in dat opzicht is het positief geweest en dat men ook een nieuwe ambassadeur zag en ja, zien dat de regering ook wel veel goodwill weer heeft om zaken gedaan te krijgen. Bij de Organisatie van Amerikaanse Staten zijn er heel veel, laat me zeggen, wekelijkse vergaderingen en allerlei commissies die lopen. En in mijn eerste jaar eigenlijk ben ik al voorzitter geweest van de Permanente Raad van de OAS. Dus dat was 3 maanden lang. En ik moet zeggen dat de OAS, we kregen verschrikkelijk veel communicatie, brieven. Dus het neemt bijna 80% van je tijd als je niet oppast. Hè? En met weinig personeel is het wel een beperking in de zin dat je dan voor de andere zaken wat minder tijd hebt. Schalkwijk geeft verder aan dat de Verenigde Staten ook belangstelling heeft getoond voor de olie- en gassector van Suriname. Als ambassadeur is hij de aangewezen tussenpersoon voor de gesprekken tussen Suriname en de Verenigde Staten. Men ziet wat er in Guyana gebeurt. En natuurlijk ook Suriname zit in, denk men, hetzelfde schuitje waar straks de olie zal vloeien en er weer een heleboel mogelijk is. Dus mensen anticiperen daarop. Je krijgt veel uitnodigingen. En mensen willen, zijn toch wat meer geïnteresseerd geraakt in Suriname. Aangezien u zegt dat de plooien weer een beetje zijn gladgestreken tussen de Verenigde Staten en Suriname. Toen u aankwam vorig jaar, hoe bent u zelf ontvangen door de regering van deze kant uit? Ik moet zeggen dat vorig jaar al de situatie genormaliseerd was tussen de Verenigde Staten en Suriname. En dus toen ik aankwam was net hier alle COVID-beperkingen waren een beetje achter de rug. Ambassadeur Schalkwijk onderstreept dat hij niet alleen de relatie tussen de Verenigde Staten en Suriname moest herstellen, maar ook de relatie moest blijven onderhouden met de IMF, de IDB, de Wereldbank en de PAHO, die ook allen in Washington gevestigd zijn.